Het was de week van de finale van Idols. Afgelopen woensdagavond was dat, zoals altijd, bloedstollend spannend met van die lange pauzes in een verhaaltje dat al langzaam toegaat naar de winnaar. Nou, wij werken hier veel sneller. We hadden 3 finalisten, 2 daarvan uit onze eigen Gelderland. Bram Boender, 20 jaar uit Dieren, en Mitch Lodewijk uit Aalten. Allebei welkom. Zijn jullie al een beetje bijgekomen van woensdag, Bram? Ik wel redelijk. Ja. Na de finale ben ik nog de stad in geweest, naar de afterparty van Idols. Dat was een flinke tik voor mij. Dus ik heb vannacht ook 16 uur lang ineens ook doorgeslapen. Ach, dat was ook wel nodig, maar ik ben nu bijgekomen. Fris en fruitig sta je erbij. Hoe zit dat met jou, Mitch? Redelijk goed. Ik ben na de uitzending direct naar huis gegaan. Want ik wilde graag mee naar het feestje, maar ik dacht, de mensen die met mij mee zijn gegaan, die wil ik ook graag een feestje bezorgen. Dus ik ben in de bus gegaan, met de bus terug naar Aalten. Wat een loyaliteit, fantastisch zeg. Yes. Ja. Jullie werden niet de winnaar. Nee, helaas Julia niet. Ging er vandoor met het platencontract. Hoe teleurgesteld ben je, Bram? Niet teleurgesteld. Ik denk ook niet dat, je dat goed aan mijn reactie kon zien op dat moment. Zoals ik reageerde, voelde ik me ook. Dus ik was gewoon heel blij voor Julia. En we waren alle 3 redelijk gewaagd aan elkaar in de finale. En ja, weet je, tweede plek is heel prachtig. Ah, kom op man, je wilt er gewoon de eerste worden, hè? Ja, natuurlijk, daar doe je het voor. En er was me stiekem ook wel een beetje direct van, was ik maar eerste? Alleen als ik dan terugkijk over het Idols-avontuur, ben ik hier heel erg trots op. En mag ik eigenlijk me echt niet vervelend voelen. Trots mag je ook zijn. Hoe zit dat met jou? Ja, ik ben super trots op wat ik neer heb gezet. Zoals ik het al in de uitzending heb gezegd toen ik afviel. Die 2, die gun ik het gewoon van harte. Maar je baalde wel, toch? Ik baal echt zelf wel enorm van dat ik mijn single niet naar buiten kunnen brengen. Ja, want dat is natuurlijk de nummer 1 en de nummer 2 mochten zeg maar hun singeltje ook laten horen. En jij had dat natuurlijk ook klaarstaan, maar dat mag niet. En je mag hem ook zelfs nu niet laten horen, hè? Nee, helaas niet. Dus daar baal ik wel enorm veel van. Maar ik ben super trots op ze, heb ik ze ook gezegd. Dus ik ben ook super trots op mezelf. We hebben een goed makertje voor je. Wat dat? Nou, ja, je mag gewoon even lekker live een stukje op Radio Gelderland spelen. Ja, laat eens horen, jouw finale lied. Mijn finale lied? Of klein stukje of iets anders. Ik wilde graag mijn auditieliedje gaan doen. Doe maar. Nee, prima. Wat lekker binnenkomt. Doe. Zeggen, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 yeah. Oh, 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 sexy als ik dans. Yeah, yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Yeah, yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Dankjewel. Top, top, top. Even de gitaar door. Ah, kijk. Die mannen delen zelfs een gewone gitaar. Geen enkel probleem. Bram heeft hem nu. Die gaat, wat ga jij dan laten horen aan ons in een half minuutje? Auditie tevens mijn finale nummer. Okay, To the Water. Die is, take it away. Dankjewel. I'm ready to close my eyes. Steady in hold tight. I'm gonna be crossing over to heaven and the great divide. And I'm ready to close my eyes, heavy and so wide. I can feel pull me under, steady as the rising tide. Take me to the water, by the road that leads you down, and lay me down. Voor ons zijn jullie absoluut winnaars. Wat ik jullie nog wilde vragen, want jullie hebben dus aan Idols meegedaan. Waarom eigenlijk Idols en niet een andere talentenjacht? Nou ja, ik had zoiets van The Voice is natuurlijk ook een superleuk programma. Ja. Alleen bij Idols kun je echt als straatmuzikant al lekker binnenstappen. En bij Idols is de laatste jaren toch wel dat vaak de beroepsmuzikanten en alles daaraan meedoen. Dus voor mij was Idols, het was nieuw, nieuwe opzet. Dat leek mij in ieder geval super tof. Ja. Precies, dat wil ik. Dat was bij jou ook de reden. Nou merk je wel dat er steeds minder mensen kijken naar Idols. Hè? Want ik geloof toen ze begonnen, toen Jamai, die ook in de jury zat bij jullie, won. Toen keken er 6 miljoen mensen naar de finale. Ja. Echt bizar, er was echt niemand meer op straat. Ja. En afgelopen woensdag 342.000 kijkers. Merk je dat ook, dat het minder populair is? Ik laat me er zelf niet door afleiden, totaal niet. Je hoort het achteraf dan wel. Zoals bij de halve finale waren het onder de 300.000. Ja, dat is echt. In principe is het heel erg balen. Alleen ik sta daar wel zo van, er kijken 6 miljoen mensen. Dat gevoel heb ik wel. Ja. En dat is ook goed dat je dat gevoel hebt. En
Nee, ik laat me er niet door afleiden. Het is jammer en ik hoop dat volgend jaar Idols kan blijven bestaan. Want dat is gewoon een superleuk programma. Er zit humor in, er zit talent in. Ja. Ik weet niet, mensen zien dat dan toch niet. Dus dat vind ik heel erg jammer. En ik hoop dat Idols volgend jaar weer meer kijkcijfers krijgt. Ja. Ja. En nog even kort, hoe gaat jullie leven er verder uitzien? Bram, jij studeert maatschappelijk werk. Wat ga je verder allemaal, wat zijn je volgende plannen? Momenteel niet meer dus. Oh, ik heb het echt stopgezet. Omdat het was alleen maar Idols in mijn hoofd. Ja. En ik hoop natuurlijk heel erg dat ik ook de showbiz in kan. Ja. Want ik vind de camera's om me heen vind ik erg prettig. Klinkt raar, maar ze staan echt er weer, waar. Hoor. Dus ik hoop dat ik de showbiz in kan. En qua muziekgebied dat ik gewoon lekker door kan zetten. En gewoon klein beginnen. En dat ik misschien wel eindig op Pinkpop Mainstage. Dat weet je natuurlijk niet. Ik hoop het wel. Kijk, maar het is een beetje ook jouw droom. Hè? Nou, Pinkpop Mainstage is eigenlijk nog te klein. Hè? Amsterdam Arena wil jij vullen, hè? Ja, Amsterdam Arena is wel wat ik graag wil. Maar nee, maar wat Bram zegt, is eigenlijk geldt hetzelfde voor mij. Lekker veel muziek maken. We hebben een stapje gemaakt nu. En die stap graag doorzetten. En gewoon lekker veel muziek blijven maken. En hopelijk dat er iets op mijn pad komt. En ondertussen blijf jij een nuchtere Achterhoeker. Want gewoon is wel gek genoeg, hè? Ja. Nou, aan ons zal het niet liggen. Doe me normaal. Lekker jezelf. Ja. Hey, dankjewel jongens. Veel succes. En jullie ook bedankt. Dankjewel, top.